In 2019 en 2020 was je een tijdje uit de running, wegens gezondheidsredenen. Na 4 maanden was je weer terug. Hoe pakte je je werk weer op na die tegenslag? Gewoon weer aan de slag gaan. Ja, dat was niet de beste periode in mijn leven. En dat lukte wel gemakkelijk? Nou, gemakkelijk. Ik stond te popelen om weer terug te gaan. Ik had liever 2 weken daarna alweer, was ik alweer terug geweest. Maar het was belangrijk om even tijd voor mezelf te nemen. En na 40 jaar, dan sluipen er ook wat slechte gewoontes in je leven. En dat kan gebeuren. Daar moet je dan mee afrekenen. En daar ben ik ook heel eerlijk over geweest. En het beste vond ik ook gewoon om dat verhaal eerlijk te vertellen bij Jinek op een gegeven moment. En bijzonder is wel als je dat een keer echt eerlijk vertelt. En dan je levensstijl wijze dan ook aanpast. Hoeveel mensen vanuit de politiek, het bedrijfsleven, de televisiewereld, de sportwereld, sportcoaches, oudste sporters, mij niet daarna benaderd hebben. Of hun echtgenoot of hun vrouw. Benaderd hebben van, hey Frits, mag ik eens met je praten? Want ik zit eigenlijk met hetzelfde. En hoe ben jij ermee omgegaan? Dus het is geen exclusief probleem. En ik ben blij dat ik hoe ik ermee omgegaan ben en hoe ik er weer uitgekomen ben. Maar het was gewoon een beetje een slechte periode in mijn leven. Ja. En nou ja, tijdens het politiek verslaggeven wordt er ook vaak gesproken dat je in een soort rush zit. Was het dan ook lastig om daar weer in te komen? Omdat je natuurlijk dagelijks met heel veel informatie wordt voorzien als je in de politiek zit. Had je daar moeite mee? Nee, ik heb in die tijd ook niks gemist hoor. Ik hield alles wel bij. Maar het is ook eigenlijk heel gezond om dan een tijdje even wat afstand te nemen. En dan eigenlijk met een wat frisse blik en een nieuwe bril ernaar te kijken. Gewoon even een stapje terug doen. En even kijken, oké, dit is het speelveld. Wat gebeurt hier nou allemaal precies? En je wordt er even hard uitgezet. En dan kijk je toch op een andere manier daarna weer even terug. Maar heeft die periode dan invloed gehad op jouw werk nu? Of hoe je het nu doet? Nee. Het heeft invloed op je leven en je manier van doen, werken, denken. Omgaan met dingen. Misschien ook iets meer relativeren. En gewoon iets meer tijd nemen voor andere dingen. En soms zeggen, ja jongens, ik heb hier geen zin meer. Ik ga even lekker sporten. Of ga, ja, en ook misschien de reacties van buiten. Is dat ook dat mensen misschien denken dat je minder geloofwaardig bent? Of minder betrouwbaar? Zeker niet meer. Waarschijnlijk het. Ik denk zelfs het tegendeel. En ik weet ook wel, ik bedoel, als ik op Twitter kijk soms, dan denk ik, nou, kijk me gewoon niet. Laat het me gaan. Maar goed, het was daarvoor ook al hoor. Ik weet precies, als ik in een talkshow ben geweest en ik ben wat narrig geweest over die of over die of over die. Dan weet je, zo voorspelbaar wat voor reacties je dan ook weer krijgt. En heb ik ook vaak met Jeroen Pauw over gehad. Het beste is dan gewoon niet kijken, in de taxi terug, laat me gaan. Want anders ga je toch weer druk maken en dan wil je weer antwoorden. En het is altijd wat nare reacties, maar ook even leuk. Hopelijk vond je deze aflevering leuk. Gooi een duimpje omhoog op deze video. Abonneer op het YouTube-kanaal van Lef. En bekijk de hele uitzending hieronder in de beschrijving.